Ik denk dat alle vakmensen hier in de werkplaats zometeen allemaal software engineers worden en uiteindelijk onze eigen software gaan programmeren. Mijn grootvader die is er dan in begonnen. Toen is mijn vader erbij gekomen en toen hebben ze de Mauritsstraat een pand neergezet samen. En van daaruit wilden ze de boel uitbreiden. Nooit gedacht dat nu mijn zoon in de zaak zit. Ik heb het samen verder opgebouwd met Tom Braakhoff. Ja, dan gaf je dus aan het personeel het papiertje en dan ging je vanaf het papiertje ging je wat maken. En dan begon je met knippen en gaatjes boren en alles te doen. Hier hebben ze eigenlijk het papiertje nog wel. Daar beginnen ze dan weer mee. En die zetten het helemaal om in digitale bestanden. En zodat dat ook door de machines allemaal gemaakt kan worden. Het hele proces, wanneer hij moet beginnen, wat hij moet doen, hoeveel hij moet doen. Dat leest hij allemaal uit het systeem. En vandaar dat het zo belangrijk is dat die koppelingen zijn gemaakt. Want de machine bepaalt zelf wanneer hij wat gaat doen. We gaan hier straks robots rondlopen, gaan er cobots rondlopen die de vakmensen gaan helpen. En wordt alle data door het hele bedrijf heen gestuurd en gaat alles automatisch.